Ja, Pelle van Anholt. Iedereen heeft inmiddels aan Ruud Brood gevraagd hoe zijn eerste trainingsweek was. Maar hoe is die voor de spelers richting de trainer bevallen? Ik denk op zich wel goed. Het weer zat natuurlijk ook mee, dus dat scheelt ook. Ja, hij heeft het best wel luchtig gehouden. Omdat we natuurlijk niet in een goede periode zitten. En daarom denk ik dat hij het luchtig heeft gehouden. En ik denk dat dat wel goed is. Ja, dat was nodig voor jullie, een beetje luchtigheid? Ja, en het kwam natuurlijk ook wel goed uit dat we een paar dagjes vrij hebben gehad. Dan kon iedereen eigenlijk opnieuw beginnen. Zowel met de coach als met ons hopelijk. Ja, want het was even opladen denk ik, hè, voor die laatste, richting de laatste 8 wedstrijden. Ja, precies. Nu zijn er natuurlijk nog 8 finales. En ik hoop dat het de goede kant op valt. Ja, allereerst VVV thuis aankomende zondag. We hadden het net ook al met de trainer over. Het is wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Hè? Echt bijna van minuut tot minuut misschien wel. Ja, zeker. We moeten niet te ver naar voren kijken. Dat mogen we ook zeker niet doen. Dus als eerste zondag tegen VVV. Wat natuurlijk een belangrijke pot is. Dat weet iedereen. Ja, want jullie hebben een overwinning nodig. Hè? Linksom of rechtsom voor het vertrouwen is dat, zou dat goud waard zijn. Ja, dat is het enige wat telt. Het maakt mij echt niet uit hoe het gebeurt, als we maar winnen. Hoe kijk je naar VVV? Lastige ploeg volgens mij, hè? Ja, ik vind ze echt een Italiaanse ploeg eigenlijk. Heel moeilijk te bespelen. Ze zijn niet heel spectaculair, maar ze zijn gewoon heel degelijk. En vanuit daar kunnen ze een goaltje meepikken. Dus we moeten eigenlijk niet in een vallok komen ook. En we moeten wel rustig blijven. Voelt dit misschien een beetje als een verse start aankomende zondag? Ja, op zich wel. Zoals iedereen nu ook zegt, zijn 8 finales en daar moeten we het echt het beste ervan maken.